De Surinaamse Voetbalbond bestaat op donderdag 1 oktober 2020 100 jaar. President Chandrika Prasad Santokhi spreekt van een mijlpaal voor Suriname in het algemeen en voor de Surinaamse voetballers in het bijzonder. De bond heeft zich volgens hem in deze periode door alles heen stand weten te houden. Het staatshoofd heeft bij de herdenking van dit heugelijk feit de eer om zij die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de SVB en de voetbalsport te decoreren. Wij brengen een verslag van deze gebeurtenis. In 100 jaar zijn er bedrijven ontstaan, maar verdwenen. In 100 jaar zijn er organisaties ontstaan en ze bestaan niet meer. Zelfs onze Republiek Suriname viert aanstonds haar 45 jaar bestaan. Dat geeft aan hoe lang 100 jaar is, een eeuw. En vandaag heb ik, kan nooit een coincidence zijn, vandaag heb ik scholen bezocht in het kader van de herfst. Het herstarten van ons onderwijsproces. En één school, de SPI, die is vandaag 60 jaar geworden. Dan ben ik geweest naar Sinifisme School, daar gaan ze komende week vieren. 40 jaar. En ze waren zo blij dat ze respectievelijk 60 gehaald hadden en 40 gehaald hadden. Zie daar de betekenis van 100. U bent een optelsom van deze beide scholen, 100 jaar. De regering ondersteunt ook uw streven om deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijden van het WK en uw voornemen om daar als winnaar uit de bus te komen, zodat u kunt deelnemen aan het wereldkampioenschap in 2022 in Qatar. Ik kan u zeggen dat dat niet alleen een droom van u is, SVB-bestuur, maar ook een droom voor onze regering en ook een droom van de hele samenleving. En als we het juiste beleid daarop loslaten,